Hey allemaal. Dag jongens en meisjes. Welkom bij een nieuwe Blitzvlog. Zoals jullie zien zit ik ook thuis natuurlijk, net zoals jullie waarschijnlijk. En kunnen wij niet zo superveel doen natuurlijk, dat allemaal door het coronavirus. Maar dat is niet erg. Wij gaan proberen om voor jullie leuke dingetjes te bespreken die wij thuis doen. En dan kunnen jullie misschien daar ideetjes uithalen. Volgen jullie even mee? Ik ben alleen nu. Ik ben niet helemaal alleen. Kijk, Lana en Biel zijn hier ook. Mensen zijn er niet bij, want ja, we zitten verplicht thuis. We moeten in ons kop blijven, dus we kunnen geen vlogjes meer samen maken. En we kunnen ook niet verder doen met de andere dingen die we nog gepland hadden met Blitz, zoals optreden. We hebben een paar leuke optredens staan. Maar ook de opnames voor de nieuwe Blitz. Een nieuwe single en zo, die moeten ook allemaal even uitgesteld worden. Maar wij gaan jullie in dit vlogje meenemen voor enkele... Wel, voor een kijkje achter de schermen bij ons thuis. Maar ook voor enkele leuke tips hoe je die verveling een beetje kan tegengaan. Wat je allemaal kan doen thuis om toch nog een beetje een leuke tijd te hebben. Er zijn natuurlijk ook leuke dingen. Dat is lekker lang. Slapen. Wat kan bijvoorbeeld? Koken. Je kan iets maken voor je mama of papa. Altijd lekker. Of een taart, of een verrassing. Of misschien zet je wel een taart aan de deur van jouw buur. Of voor je oma. Of in het rusthuis. Of voor iemand die je niet zo goed kent, maar toch denkt van, hey, die persoon zit alleen. Dan kan die wel een taart verdienen. Even kijken. Nee, nog geen taart. Dat is voor straks. Ik ben vandaag het meest exciting ding van mijn dag aan het doen. En dat is? Afwassen. Wat je bijvoorbeeld ook kan doen, is natuurlijk leuke spelletjes spelen. Zijn we een spelletje aan het spelen? Ja. En wat spelen we? Papa maakt je wakker. Het gaat over een papa. Voilà, die ligt te slapen en te snurken. Dat is dus een leuk spelletje. Het enige wat je natuurlijk wel moet kunnen, is tegen je verlies kunnen. Ach, ik kan goed tegen mijn verlies. Ik kan goed tegen mijn verlies, Helen. Nee. Oké, volgen jullie even mee? Kijk, wie is dat mij? Ja. Dus wat moet ik doen? Ik moet aan het rad draaien. Even, en dan heb ik blauw. En nu mag ik met mijn blauw, want blauw is mijn lievelingskleur. En dan mag ik naar het blauwe vakje. De radio, die heb ik niet. Oké, ik hoop maar dat papa niet wakker wordt. Dat is niet erg, het is maar een spelletje. Wat je ook kan doen, is eens om al de grote kuis te houden met al je foto's op je smartphone of je tablet. Foto's dat je al lang hebt genomen, maar nooit hebt opgekuist. Al die foto's eens afdrukken. Of je kan ze thuis drukken, je kan ze laten drukken, je kan ze online laten drukken, je kan er fotoalbums van maken. Je kan er alles mee doen, je kan er collages mee maken, je kan mee knutselen. Of je kan er gewoon allemaal in leuke kadertjes steken en uithangen. Dat kan je doen. Maar het allerleukste wat je kan doen, dat is natuurlijk... liedjes van Blitz beluisteren. Ah ja, natuurlijk. Of videoclipjes. Ga dus gewoon op je tablet of op je computer naar YouTube. Dan tik je bovenaan Blitz for Kids. En dan zie je al onze videoclipjes. Je kan bij video's gaan kijken voor alle video's die er zijn. Maar ook bij playlists zie je de vlogjes, de videoclips en zo verder. En dat kan je natuurlijk ook bij Spotify. Je tikt of je zoekt op Blitz... en dan heb je daar alle coole liedjes, zoals bijvoorbeeld deze. En dan gewoon dansen! En wat je ook kan doen, als je niet goed weet wat te doen of op tijd over, dan kan je gewoon met je sporten. Je kan dat thuis doen, je kan dat gewoon op je kamer doen, je kan dat met een toestel doen of je kan dat zonder een toestel doen. Je kan gewoon zo een beetje pompen, sit-ups, van alles. Werk aan die buikspieren. Ja, je hebt de tijd voor nu, dus doe nee. Uiteraard kunnen jullie ook, als het mooi weer is, gewoon buiten spelen. Een trampoline. Waar jullie gewoon gezellig op kunnen springen. Woehoe! Springen, springen! Klein stofje doen. Lekker lang in bad gaan. Dat ding dat je anders niet kan doen, want anders moet je heel snel haasten om naar school te gaan. En dan kan je eens echt lekker lang op het gemak een badje nemen. Of misschien voetbal je wel graag. Voetballen. Hoi. Of misschien schommel je wel graag. Wow. Wow. Ja, of misschien gewoon buiten zitten en genieten van het zonnetje. Oh, weet je wat je ook kan doen? Je kan mama of papa helpen met het huishouden.
was ophangen, even poetsen, stofzuigen, zo allerlei dingen. En je gaat mama en papa daar zeker mee helpen. Of misschien kan je wel je mama en papa helpen in de tuin. Om wat te werken in de tuin, om het gras af te rijden of om de bloemetjes water te geven. Nog een tip is om misschien die oude dvd's en video's van vroeger gewoon nog eens onder het stof te halen en te bekijken. Ja. Die je al heel lang niet meer gezien hebt. Zoals... Een Samsung Het Kerstshow. Ja, altijd leuk. Ook al is het geen kerstshow, je bent er uren zoet mee. Maar niet te lang, hè. Niet te lang tv kijken. Nee. Als je je echt helemaal verveelt, vergeet dat niet. Je juf of je meester heeft misschien wel leuke werkjes voor jullie gemaakt. Die kan je natuurlijk thuis maken, met je huiswerk maken. Maar er zijn ook hele leuke apps op je tablet. Je hebt bijvoorbeeld Fundles. Daar kan je verhaaltjes beluisteren en kan je hele leuke dingen mee doen. Voilà, hier zie je Fundles. Je kan bijvoorbeeld een verhaaltje downloaden. En dan kan je een verhaal laten voorlezen. Dit is het verhaaltje van Ricky Rick. Ricky gaat naar zijn lievelingsplekje onder de oude eik. Leuke spelletjes rond het verhaal van Ricky Rick. Heel leuke app, Fundles. Wat je ook kan doen, lekker op het gemak de krant lezen. Ja, iets waar je anders niet zo heel veel tijd voor hebt, kan je dat wel eens doen. Ik kan extra veel tijd geven aan je huisdieren, dat je anders misschien niet doet. Kan je er heel veel aandacht aan geven. Hey, Billy. Ja, en het is ook allemaal nog zo heel erg niet, hè. Dat verveel, dat moeten we ons een beetje doorzetten, want er zijn mensen die het veel erger hebben, die veel harder aan het werken zijn. Alle mensen die in de zorg werken, alle mensen die in de ziekenhuizen alles op pauze aan het zetten zijn, ook mensen in de winkel, parvoer, alle mensen die toch nog ervoor zorgen dat leven toch een klein beetje kan door blijven gaan. Ja, heel veel respect voor die mensen. Jongens en meisjes, ik wil vooral nog vertellen, we zijn met Blitz met hele leuke dingen bezig. Die staan nu natuurlijk allemaal ook eventjes op pauze, maar binnenkort komt er een nieuw liedje. Sst. Heel leuk nieuw liedje, nieuw videoclipje, een nieuwe Blitz. En dat komt er allemaal aan. Heb je zelf leuke challenges dat je denkt van, oh, dat moet je zeker eens doen? Of ik doe dat, laat gewoon weten hier onderaan in de comments. Dan ga je dat ook misschien doen. Dan moet je zeker abonneren, liken enzovoort. Dan gaan wij nog andere video's maken in ons kot. Want jij moet ook gewoon in je kot blijven. Blijf ons volgen voor leuke nieuwe dingetjes. Hou jullie goed, hou jullie gezond. Dikke zoen van Jens. Dag. Dag, tot als Blitz. In quarantaine.